Kan ik voorlopen? Ja, wacht even. Ik heb er voor. Wacht even. Ja. Ik mis wat, meneer Lies. Ik zal hem even. Ja, we kunnen wel even. Staat geweldig. Staat het geweldig? Ja, geweldig. Nou, Mooi. Koploper. Nou, gingen we vooral. Dat we dit jaar de laatste tentoonstelling kunnen doen en met prachtige houten portretten en sculpturen van Hans Wisseling. We zijn heel blij dat hij dat voor ons heeft willen doen, want eigenlijk 2 weken geleden hebben wij hem dat pas gevraagd, omdat een andere exposant heeft afgezegd. En we zijn heel blij dat hij direct in het gat gesprongen is en hier voor ons die prachtige tentoonstelling toch mogelijk heeft gemaakt. De laatste van het seizoen. Ik zie hier het volop mensen van de Hanzen. Prachtig, dat maakt het natuurlijk extra leuk om dat te zien. Maarten die natuurlijk zoals gewoonlijk daar ook prachtige opnames van kan maken. We zijn heel blij dat u er aan toe bent. En we hopen dat u ervan geniet. Ik zou zeggen,
als u wat wilt vragen, kunt u dat aan Hans zelf vragen. En hij zegt misschien zelf nog iets. Wij doen in ieder geval, voor ons is het geopend. Ik geef nu het woord aan Hans. Nou, in ieder geval wil ik de organisatie heel erg bedanken. Het is altijd heel erg leuk als je gevraagd wordt voor een expositie. Meestal moeten kunstenaars overal gaan leuren om hun werk te tonen te stellen. Maar als je gevraagd wordt, is dat natuurlijk heel erg leuk. Ik denk dat u maar even rond moet kijken en ik hoor graag van u wat u ervan vindt. Oké, bedankt. Ja, dan rest mij nog iets te geven van de Stichting Raadskelder, wat natuurlijk Doesburgs is, zodat je daar altijd aan blijft denken wat een geweldige stad Doesburg is en wat de mogelijkheden er allemaal zijn. Een soort van, alsjeblieft. Dankjewel. Okay. Hey, wat hebben jullie voor vorig jaar gewonnen? Jongens, dat kan niet meer mis. Daar moet er iets bij komen dit jaar natuurlijk. En wie gaat al die ballen tegenhouden? Los voor je! Cheers! Dankjewel, Bas. Ah, kijk eens. Ah, ik was nog bang dat er mij lag. De dames en heren, mag een applaus voor de topscorer Becker! 91 doelpunten, jongens, dat is niet meer normaal. Die doen we allemaal. We willen natuurlijk iedereen voorstellen. En vooral. Hier is Levi Harga. Deze mannen gaan het doen, en natuurlijk onder de leiding. Vuur, het is een stelling mensen, jongens, echt niet. Maar hij is wel net zo goed. Hier is onze schuimer, Chiba! Topverdediger, gaan met Ryan. Hier is Ziek, Bos! En hij heeft spreiding de kant. De man met de fluwele techniek. De fluwele techniek. En hij gaat het maken dit jaar. Ik denk het wel. Hier is Dirk Kok. Wat die Hanske. En een applaus voor de 1-1. Dames en heren, Erik gaat de schoen maken. Jano van de Sluis. Ik mag lachen, hoor. Jij bent Justin. Ja. En natuurlijk, oh. Ja, dat is een. Dames en heren, applausje. De mensen verleiden en te veel.
wij zijn mee? Waar beginnen we mee, Maya? We beginnen met de dappere mensen van de Siletto Race. En wie heeft die gewonnen? Zij heeft gewonnen. Naomi! Gefeliciteerd! Dankjewel. Naomi, gefeliciteerd. Heel goed gedaan. En eet smakelijk. En lekkere taart en eet smakelijk. En ik ben heel blij dat je mee hebt gedaan. Dankjewel. Hallo dames en heren, applaus. Kom op. En dan maar. Nou gaan we naar het bootcamp team, hè, wat gewonnen heeft in een prachtige tijd van 1 minuut 13. En dat was echt de snelste tijd die we hebben gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het er niet mee eens. Waarom niet, Ben? Omdat wij veel sneller waren. Nou Ben, ik heb echt heel goed geklapt. Ja, ben je er nou echt? Zeker weten. De dames van de bootcamp. Waar zijn jullie? Renske Winters en Marjolein Valten. Goeiedag. Nou, een goede tijd gemaakt. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja. Heel erg leuk dat jullie mee hebben gedaan. Dankjewel. Ja, dat is zeker leuk. Echt zo even. Geniet ervan. Nou, ja, dat is gelukkig. En jullie waren een geweldig team. Nou, ik vond het een top initiatief dat je dit hebt georganiseerd. En wij vonden het hartstikke leuk om mee te doen als bootcamp team van Sport en Balans. Hartstikke fijn. Gefeliciteerd. Dat maakt een mooie uitroze. Kijk eens aan. Samen dingen. Samen doen, samen delen, Gefeliciteerd. Dankjewel. Jongens, kom op, applaus. Oh, nou. Wien is hier net geweest? Ik ben Dick Hunting, ik ben de huidige directeur, bestuurder van deze Anne-Frank-school die dit jaar 25 jaar bestaat. Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten hier en ik hoop dat jullie er een leuk feestje van maken samen, want dat moet je toch zelf doen. En ik zie al wel heel veel mensen die oude bekenden tegenkomen en heel veel oors en aars van hoe gaat het ermee en dat is leuk om te zien. Via de oude statuten, die op een gegeven moment eerst keer veranderd moesten worden, kwamen we de oprichtingsdatum tegen en dat was toch 25 jaar geleden. En dat de school startte was misschien iets later, maar het hele verhaal over het starten van Montessori onderwijs in Doesburg begon 25 jaar geleden. Ja, aanmeldingen, maar ja, dan was er in elk leerjaar 1 of 2 kinderen en dat is niet echt leuk voor de kinderen. Dus we besloten tot en met groep 4 zijn we hier gestart. Nou, namens Doesburg en alle mensen die hier vandaag in de stad zijn geweest en die de afgelopen weken hebben gewerkt en gecollecteerd en gedaan, hebben we een hele mooie check voor je. Die wil ik je graag overhandigen. Laat ik jou als eerste zien. Dit is een bedrag van Doesburg. Vanaf Doesburg, hartelijk dank voor de Kliedy Clowns. Iedereen, heel goed. Goed gedaan, hè? Gedaan. Goed, dat goed. Ja. We zijn er hartstikke blij mee. En ook alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt, al onze vrijwilligers, alle mensen die gesponsord hebben. En uiteindelijk ook nog dit bedrag. Dus ik ben blij en tevreden. Ja, ik ben heel blij. Goedemiddag dames en heren, welkom hier bij de afsluiting van de 27e voor Doesburg over de 26e Open Monumentendag in Doesburg. We hebben een stralende opening gehad in Utrecht dit jaar, waar ook zelfs de minister gesproken heeft, maar hier in Doesburg gaan we allemaal iets eenvoudiger. We hebben niet erg veel medewerking gehad van het weer, maar desondanks zijn we toch behoorlijk veel mensen geweest die Doesburg bezocht hebben. Welkom dus aan iedereen. Welkom aan de burgemeester die zodra de Stad en Jeugd de Vries prijs zal uitreiken. Welkom aan de jury van de Stad en Jeugd de Vries prijs en aan u allen voor de afsluiting. De Stad en Jeugd de Vries bestaat uit een kleine bronzen plaquette. Toegekend aan het pand, te bevestigen aan de gevel en daarnaast is er een oorkonde met een prachtige gravure van Oud Doesburg. En dan wil ik nu de burgemeester verzoeken om een prijs uit te leggen en misschien dat er ook de prijs naar voren kunnen komen. Dank u wel.
dat is altijd heel mooi. Het mooie is dat u eigenaar bent van een pand wat ook een ambtswoning was van de burgemeester, heb ik begrepen. Dat is ook heel mooi. Maar prijzen winnen is altijd een beetje scheef. Er is altijd maar eentje die wint. Terwijl er in de stad zoveel mensen druk zijn met de stad en met het onderhoud van panden. En de genomineerden, de drie genomineerden, de andere twee, hebben ook mooi werk geleverd. En belangrijke bijdragen geleverd aan de stad. Maar u wint de prijs en het is een prijs die wat voorstelt. Want de prijs bestaat, en dat werd net door meneer Bouwhuis gezegd, die bestaat uit een mooie penning. Dat is deze penning. En zoals meneer Bouwhuis zei, die is toegekend aan het pand. Dus u mag er niet mee vandoor. En als u ooit het pand verkoopt, deze penning blijft bij het pand. En wij vragen u ook om hem aan het pand te bevestigen. Op zo'n manier, er is een manier voor, zodat hij stevig zit. En dat we allemaal kunnen zien dat u daar heel goed werk voor gedaan heeft. Maar dat het een juweeltje is in de stad. Ik wens u daar, heel hartelijk mee feliciteren. Oké, dankjewel. Dan hebben we nog een ingelijste gravurekaart van Roesburg. Die geeft blij, die is van u. Die mag u wel meenemen. En daar staat de achterkant ook de oorkonde die bij deze prijs hoort. Ja, het is het. Ik dacht zo. Nee.